Het was een prachtige dag die we hadden uitgekozen voor onze boottocht. We beloofden een echte pleziertocht te worden. De kapitein had ook veel passagiers gerekend en had daar in het voren de makkeloos opdracht gegeven de boot goed schoon te maken en een feestelijk aanzien te geven. Hij kwam al vroeg op de boot aan en de kapitein stond heerlijk te genieten van zijn pijpje op de commandobrug en was een vrolijk gesprek met de stuurman. Nee, die is er nog niet. De matrozen waren erg bezig met de laagste toebereidselen voor het vertrek. De machines en de stoker waren reeds op hun bord en wachten op het sein van het vertrek dat de kapitein zou geven. Toen de passagiers aan boord waren, nam de stuurman zijn plaats aan het stuurdak. Het uur van het vertrek is aangebroken. De kapitein trok aan de fluit. De matrozen trokken met het loodsvlak binnen. Binnenboord en de kabels werden losgemaakt. In de machinekamer ging de bel. De machinist deed zijn werk. De boot zette zich in beweging en de tocht begon. Zo. En het zal warm worden, stokers, zei de machinist. Ja man, geloof dat, zei de stoker. En hij dacht, Hier, en de kapitein, die genoot als heer en meester, hij, de kapitein, had het gemakkelijk. Af en toe de kapitein aan de bel en lachte als de passagiers er vroeg schrokken. De matrozen hadden nu niet veel te doen. En genoot ervan evenals de passagiers. De stuurman zat stil voor zich uit te kijken. Het leek wel of hij sliep. Doch oh nee. Als er een bericht, nee. Onze stuurman mag er wel zo'n beetje. Stuurman, wat is er in de lucht gestort. De passagiers beginnen te schreeuwen. De matrozen springen op. De machinist en de stoker horen het lawaai boven de boot. De stuurman ziet het rumoer van het spul. Het lawaai wordt groter. De passagiers beginnen te roepen naar boven te gaan. Kapitein! De kapitein is hier niet. Wat is er gebeurd? We moeten de kapitein hebben. Dit is het antwoord van de matrozen en weer aan de deur. Kapitein, dank toch. Het dreigt in tumult te worden. Grotendeels veroorzaakt door de matrozen. De stokers en de machinist zijn allemaal boven gekomen. En de mensen mee ook op dek. Oma roept kapitein, en wordt een wilde jacht op de kapitein. En zo gebeurt het dat de machinist en de stuurman, de stokers en de passagiers en de matrozen allemaal boven gekomen. En roepen om de kapitein. Plotseling staat alles stil als een stembulder. Wat mankeert jullie met je kapitein, hier is de kapitein. Oh, kapitein. Ja, maar de stuurman, wat is er? Spreekt bulder de kapitein. Kapitein, de lille juffrouwen ligt in het water. De lille juffrouwen heeft een boord. Waar? Oh. Daar zijn de linnenjuffrouwen overboord gevallen. Passagiers opzij, bedoelde de kapitein. De linnenjuffrouwen liggen in het water. En de linnenjuffrouwen moeten gered worden. En alle de stuurman, de stokers, de machinist, de matroos en de passagiers rennen de kapitein de linnenjuffrouw te redden. De kapitein stond er niet van. Hij tuurt in het water. Ja, daar liggen de linnenjuffrouwen. De stuurman en de stoker. En de passagiers roepen, linnenjuffrouw, grijp nu de boei toch. Dan. Sneller! Voor ook weer 16 boord. De linnenjuffrouw, zwemmer en natuur worden door de matrozen binnenboord gehaald. Onder de passagiers.
passagiers gaat een luid hoera. En als Winnie en vrouw weer op het droge zijn, de machinist, de slokers en de stuurman, gaan weer naar hun post. Nog denkend aan arme Winnie-juffrouwen, de passagiers en de matrozen worden weer rustig. En dan gaan de Winnie-juffrouwen gaan droog kleren in de linnenkamer. De kapitein heeft de situatie gered. Een hoeraatje voor de kapitein en de Winnie-juffrouwen.